Het maken van een foto is geen sinecure. Er komt aardig wat bekijken. En dat is natuurlijk ook zo in de medische wereld. Hoe beoordeel je het? Hoe maak je het? Hoe verwerk je het? Welke technieken komen aan bod? En dat komt ook in deze video aan bod. Medische beeldvorming. Een van de manieren van medische beeldvorming is gebruik maken van kluissignalen die terugkaatsen. Terugkaatsen kluissignaal, dus een echo. We hebben dan ook over de echografie. Het meest bekend van echografie is natuurlijk het maken van het beeld van een ongeboren kind. We gaan daar eventjes in detail naar kijken. Even wat uitvergroten. Naar daarboven, dat is de zender van het geluid, de transducer. Die zendt geluidspulsen uit. En als zo'n puls op een scheiding komt van twee verschillende weefsels, dan zal een deel terugkaatsen. En door nou de tijd op te meten tussen zenden en ontvangen, krijg je dus een idee over de dikte van de diverse weefsels en zo kan een beeld worden gevormd. We werken met geluid. En geluid is gewoon een golf. En wat is de meest belangrijkste formule bij golven en trillingen? Ik hoop dat je het nog weet, namelijk V is lambda keer F. Die F-frequentie, die is hier bekend, want die wordt gewoon ingesteld natuurlijk met het apparaat waarmee zo'n echografie wordt uitgevoerd. Die ligt vast. En de snelheid, die is afhankelijk van het medium waar het geluid doorheen gaat. Nou, en dat kan bot wezen, nou, spierweefsels, zijn ook holtes in het lichaam. Dus op die manier kan dus ook weer worden gekeken van, hé, wat zit er allemaal onder? En ook kan worden gekeken van, hoeveel geluid wordt er weerkaatst. Want het ene weefsel zal bijvoorbeeld 80% weerkaatsen en 20% doorlaten. En een ander weefsel, die is bijvoorbeeld net andersom. Dus als je nou ook meet van, hey, hoeveel geluid wordt er teruggekaatst, krijg je ook dus weer een indruk van, wat voor materiaal is er waarop teruggekaatst is. En bij het maken van echografie moet je natuurlijk wel oppassen dat er geen gehoorbeschadiging optreedt. Oftewel, voorzorgsmaatregelen zijn nodig. Nu hoef je dit niet te doen, want er wordt gebruik gemaakt van ultrasoongeluid. Ultrasoon betekent dat de frequentie van het geluid ver boven de hoorgrens ligt van de mens. Kijk, hier heb je het frequentiebereik van de mens en ook nog van wat anders. Maar goed, het gaat even om de mens en dan zie je dus dat je hier is het maximum wat de mens kan horen, oftewel dat is ongeveer 20.000 hertz. Althans, als je nog jong bent, hè, als je ouder bent, dan gaat dat terug naar 15.000 tot 10.000 hertz. Maar dat is op zich ook nog wel acceptabel. Dus 20.000 hertz, dat is het maximum wat de mens kan horen. Als je nou hier even naar kijkt, dan zie je toch echt hier dat er staat 26 hertz. En dat is toch niet boven die 20.000 hertz. Wat is die 26 hertz? Nou, die transducer die zendt pulsen uit. En iedere puls bestaat uit geluid ver boven de gehoorgrens. Maar die pulsen zelf worden ook een aantal keren achter elkaar uitgezend. En dat is de pulsfrequentie. De pulsfrequentie is 26 hertz. En dat betekent dus dat iedere seconde worden er 26 geluidspulsen uitgezonden. En iedere puls zelf is het geluid wat dus ver boven die 20.000 hertz ligt. Een andere methode maakt gebruik van magnetisme en radiogolven. We noemen dat MRI, oftewel Magnetic Resonance Imaging, oftewel het vormen van beeld met behulp van magnetische resonantie. Eventjes een animatie om het verder toe te lichten. MRI maakt gebruik van radiogolven, van elektromagnetische golven. Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, er wordt gebruik gemaakt van dat in jouw lichaam heel veel waterstofatomen zitten. En die waterstofatomen die geven informatie over de structuur van jouw lichaam. In het ene deel zit veel waterstof en in het andere deel zit minder waterstof. Ieder weefsel heeft zijn eigen kenmerk. Dus als je nu weet waar veel waterstof is of minder waterstof, dan geeft dat een beeld in je lichaam. Nou, ieder waterstofatoom is eigenlijk een klein magneetje.
En die magneetjes die zitten in allerlei richtingen. Zoals je ziet, de een omhoog, de ander omlaag. En zo nu en dan switchen ze van richting. Dat is willekeurig. Je kunt nu echter die richting beïnvloeden door een magneetveld aan te leggen. Een heel sterk magneetveld. En daardoor gaan de meeste waterfotonen in dezelfde richting staan. Natuurlijk niet alle waterfotonen, maar de meesten wel. Nou, nu komen de radiogolven erbij. Kijk, ja, je kunt hier de radiogolven een bepaald vermogen geven. Dus geen bepaald vermogen. En je moet de juiste frequentie doen. En die frequentie die wordt zo afgestemd dat de waterfotonen omswitchen. Dus die krijgen een duwtje dat ze omswitchen. En op het moment dat ze omswitchen, geven ze een signaal af. Ja, dus nou kan de radiogolf weer bijvoorbeeld even weg. Dan gaan alle atomen weer omswitchen omhoog. En daardoor geven ze dus een signaal af. En dat signaal wat een waterfotoon omgeeft op het moment dat hij omswitcht, dat wordt opgevangen door detectoren. En daardoor krijg je dus een beeld waar veel waterstof is en waar weinig waterstof is. En zo krijg je dus een beeld van de weefselstructuur. Een behoorlijk technisch verhaal. Moet je dat allemaal onthouden? Nee, dat niet. Wat moet je wel onthouden bij MRI? Nou, het maakt gebruik van waterstofatomen. En waterstofatomen is een onderdeel van een watermolecuul. En je lichaam zit propvol met water, dus dat zit wel goed. En dat MRI gebruik maakt van magnetische eigenschappen van die waterstofatomen. En dat wordt gestuurd, beïnvloed door radiogolven. Dat is wat je moet onthouden over MRI. En dat hele technische verhaal is natuurlijk ontzettend interessant, maar ja, je hoeft het niet allemaal te kennen. Het maken van zo'n MRI-scan wordt gedaan met een MRI-scanner. Nou, hier zie je zo'n scanner, een behoorlijk duur apparaat. En maak gebruik van radiogolven dus. En de radiogolven zitten in spectrum ongeveer daar. Oftewel, dat is bij lange na niet in de buurt van de radioactieve straling die schade kan veroorzaken in het lichaam. Oftewel, een MRI-scan is volkomen veilig voor jouw lichaam. Die röntgenstraling die kan wel worden gebruikt voor een andere beeldvorming, medische beeldvorming. En bijvoorbeeld je tanden, die worden vaak op de foto gezet met behulp van röntgenstraling. En dan krijg je een röntgenfoto. Kijk, dit is een röntgenfoto, althans een foto van meneer Röntgen. Die heeft de röntgenstraling ontdekt. En dit is de hand van meneer Röntgen, een echte röntgenfoto. Hoe wordt zo'n foto gemaakt? Nou, met zo'n apparaat. Ja, hierboven heb je een röntgenbuis. Die wekt röntgenstraling op. En die röntgenstraling die wordt dus gebruikt om een afbeelding te maken van bijvoorbeeld de hand. Even in detail. Ja, onder die hand, daar ligt de fotogevoelige plaat. Een fotofilm, maar die is wel dusdanig verpakt dat er niet gewoon licht op kan. Daar komt de hand bovenop. En dat wordt dus bestraald met röntgenstraling. En die röntgenstraling die kan wel door die folie heen, maar een groot deel van de bestraling wordt wel tegengehouden door de hand. Dat betekent dus dat het deel wat gewoon door de folie heen kan, die komt wel op de fotofilm terecht en die zal dus ervoor zorgen dat het zwart wordt. En hetgene wat niet bestraald wordt, ja, dat wordt dus niet belicht en dat betekent dat het wit wordt. En op die manier krijg je dus zo'n röntgenfoto van je hand. De beschreven methode werkt in feite gewoon als een ouderwetse fotocamera. Je belicht de fotofilm en dat ga je ontwikkelen. Je hebt natuurlijk tegenwoordig ook de digitale camera en de röntgenfotografie maakt er ook gebruik van. We noemen dat dan de computertomografie, maar in feite is het dus gewoon een normale röntgenfoto, alleen men maakt niet gebruik van een fotogevoelige plaat, maar van een lichtgevoelige chip. Een andere stap vooruit is dat men niet één foto maakt, maar dat men een 360 graden foto maakt. In feite maak je dan heel veel foto's tegelijk en dat wordt gedaan met de zogenaamde CT-scan. Een CT-scan is dus in feite ook gewoon een normale röntgenfoto,
alleen het apparaat wordt om je lichaam heen gedraaid. Er worden dus talloze foto's van je lichaam gemaakt, zodat er een 3D-beeld ontstaat. Het is natuurlijk wel veel schadelijker voor je lichaam, omdat er meerdere foto's, meerdere keren komen röntgenstraling in je lichaam terecht. Dus het is niet een methode die vaak wordt gebruikt om eventjes een fotootje te maken. De laatste medische beeldvorm die we gaan bekijken is dat men een radioactieve stof in je lichaam spuit. We noemen dat nucleaire diagnostiek. Dus stel je voor, radioactiviteit moet je altijd voor oppassen en je spuit ze het echt in je lichaam. We noemen de stof die erin wordt gespoten de zogenaamde tracer. Een belangrijke toepassing van deze methode is bijvoorbeeld de SPECT. Nou, als je het eventjes doorleest, dan zie je dus dat het staat voor Single Photon Emission Computed Tomography. Single photon, een foton wordt uitgezonden. Hoe zit dat in elkaar? Nou, het werkt met fluor 18, een instabiele isotoop van fluor. En die gaat vervallen en vervalt onder uitzending van een vervaldeeltje, namelijk een positron. Positron is een elektron, alleen dan positief geladen. En wat gebeurt er dan als zo'n positief elektron in je lichaam is? Nou, voor je het weet, komt hij natuurlijk zijn neef tegen, het elektron die negatief geladen is. Die twee, die komen bij elkaar en ze heffen elkaar op. En op het moment dat ze elkaar opheffen, wordt de materie omgezet in twee fotonen en die gaan links en rechts vertrekken. We noemen deze reactie, kijk maar wat er eigenlijk gebeurd is, dat je een positron hebt, die komt met een elektron in aanraking. En wat heb je dan op het eind? Je hebt twee fotonen over en die verdwijnen. We noemen dit proces annihilatie. Het omgekeerde kan ook voorkomen dat je twee fotonen hebt en dat die plotseling een positron, een elektron, creëren. Dus schijnbaar uit het niets komt er materie. We noemen dat creatie. Maar die annihilatie die wordt dus gebruikt bij die nucleaire diagnostiek. Waar wordt het gebruikt? Natuurlijk in het ziekenhuis. Men spuit fluor 18 in het lichaam. Dat verspreidt zich eerst door het hele lichaam. Maar men gebruikt een dusdanige methode dat het zich ophoopt in één specifiek onderdeel. En daar zal dus dat fluor zijn vervalreactie laten zien. En dan krijg je dus een precies beeld van waar dat fluor 18 zich ophoopt. En men kan dus bijvoorbeeld dusdanig maken dat het zich hecht aan bijvoorbeeld tumorcellen. Dan krijg je dus een beeld waar de tumorcellen zich in het lichaam zich bevinden. Want al die fotonen die worden uitgezonden, die worden opgevangen door twee detectoren, links en rechts. En dan kan men dus door het meten van tijd, wanneer ze de ene en het andere foton kunnen meten, kunnen ze zien van, oh, dan komen ze dus daar vandaan. Het wordt ook wel PET-scan genoemd, misschien dat je dat iets bekender voorkomt. En men ziet dus hier dat iemand in het midden ligt. En de positronen die gaan naar weerskanten en hier zijn dan de detectoren. PET-scan, dat staat dan voor die positronen emissietomografie. Het zijn behoorlijk grote apparaten waar hier dan mee wordt gewerkt. Het lijkt wel een beetje op een MRI-scanner. En dat klopt inderdaad natuurlijk ook, want ook daar zijn detectoren rondom het te scannen gebied aanwezig. En nu? How low can you go? Hoe laag kun je gaan? En dat is ook met de straalsbelasting die je krijgt met diverse medische beeldvormen. Althans, de röntgenfoto's natuurlijk. Hè. En bijvoorbeeld als jouw enkel niet gebroken is, dan wordt er geen röntgenfoto gemaakt. Dat is niet noodzakelijk en dus wil men je niet te veel blootstellen aan de röntgenstraling. Het zo laag mogelijk houden van de röntgenstraling, dat is afgekort met ALARA en staat voor as low as reasonably achievable, oftewel zo laag mogelijk als redelijkerwijs maar haalbaar is. Er zijn dus niet echte richtlijnen voor, maar men probeert het altijd zo laag mogelijk te houden.
Ten slotte nog even naar BINAS. Ja, voor BINAS met medische beeldvorming kun je tabel 29 gebruiken. Daar zie je per beeldvorming hoe groot de stralingsbelasting is. En je ziet dan ook meteen dat er twee medische beeldvormingstechnieken zijn die geen stralingsbelasting hebben. En dat is dus de echografie en de MRI. En dan kun je wel eens afvragen van, nou, is het niet genoeg geweest? Ja hoor, het is genoeg geweest. Bedankt voor het aanhoren en wellicht tot horens.